Welkom bij les 6. Vandaag gaan we het hebben over speelmanieren. Je kan een muziekstuk op verschillende manieren spelen. Bijvoorbeeld legato. Dat wordt aangegeven met een boogje boven een aantal noten. Dat houdt in dat je deze noten aan elkaar verspeelt. Dan heb je nog staccato. Dan staan de puntjes boven een aantal noten. Dus dan speel je ze allemaal los van elkaar. Dan heb je nog portato. Dat zit eigenlijk tussen legato en staccato in. Dit is eigenlijk de standaard muziek van tegenwoordig. Dan heb je marsato. Dat aangeeft met dakjes boven de noten. Dat betekent dat je juist daar de accenten op legt. Jullie veel succes met de opgave.